Heel even. Dames en heren. Heel even, jongens. Dames en heren, heel even. Ik vind alles prima. U mag laten horen wat u vindt, maar er wordt met niets meer gegooid. Laatste keer. Dames en heren, u kunt het nog een keer laten horen. Halve Zijlstra. Oké, dames en heren, meneer Zijlstra, ik heb nog geoefend lang zal zijn leven met de groep, maar ze wouden per se dit laten horen aan u. Ik weet het ook niet. Aan u het woord. Ja, dan zullen jullie de Voice of Holland niet mee willen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor jullie aanwezigheid op mijn verjaardagsfeest. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie vandaag bijeen zijn gekomen om te vieren de 100ste dag van het kabinet Rutte. En jullie zijn hier bijeen gekomen om te protesteren tegen de zogenaamde langstudeerdersregeling. En die regeling, dames en heren, ik snap dat jullie daar tegen protesteren, maar waarom? Waarom neemt dit kabinet deze regeling? Wij besluiten tot deze regeling. Wij besluiten tot deze regeling omdat wij willen voorkomen dat jullie in de toekomst enorm veel geld moeten betalen voor het aflossen van de Nederlandse staatsschuld. Wij nemen deze maatregel. Wij nemen deze maatregel omdat wij tegelijkertijd ook willen investeren in het Nederlandse hoger onderwijs. Het zou van fatsoen getuigen als de toekomstige leidinggevende van Nederland, dat zijn jullie, ook kunnen luisteren naar de argumenten van een ander. Want nogmaals, waarom nemen we deze maatregel? Om A, te voorkomen dat de staatsschuld uit de hand loopt en jullie daardoor in de toekomst veel moeten betalen. Maar B, ook omdat wij, om te investeren in het hoger onderwijs, de lang studerende student, en ik benadruk, de lang studerende student, meer laten bijdragen. En als, en dat geldt, wat daarmee vrijkomt, dat investeert dit kabinet terug in het hoger onderwijs. En als jullie 1 jaar langer doen over jullie bachelor en 1 jaar langer studeren over jullie master, dan is er niets aan de hand. Maar doen jullie er nog langer over, dan wordt er inderdaad een hogere bijdrage gevraagd van deze lang studerende student, zodat wij investeren in de kwaliteit van het onderwijs waar alle studenten van zullen profiteren. Dat vind ik gerechtvaardigd, want daarmee bieden wij een echte toekomst aan studenten die wel willen investeren in hun eigen toekomst. Dank voor jullie aandacht. Je kunt beter met eieren voor je. Die maken weer vuil. Nee, meneer Zijlstra. Wat een enorm diepte interview voorbereid. Het is een beetje ingewikkeld dit.